Deze nieuwsuitzending is helemaal geen nieuwsuitzending. Ik ga Bijbel lezen. Al een hele tijd heb ik er zin in. Hè? Maar nu ga ik het echt doen. Ik heb de Bijbel... ik heb de NBG Bijbel. De papieren versie. Ja, ik kan ook op het internet, heb ik de Statenvertaling, maar dat leest niet zo lekker. En ik heb natuurlijk ook de King James. En meestal als ik dan echt met een tekst bezig ben, bijvoorbeeld met Jurk of zo, dan gaan we checken in al die vertalingen van... verhoudt de NBG zich wel tot de King James en de Statenvertalingen. Dat doe ik nou niet. Ik pak gewoon de NBG, Nederlands Bijbelgenootschap Bijbel. En ik heb een lekkere pot thee. Kijk, het is nou vrijdag. Dat betekent dat ik nou 7 plus 5, 12 dagen sta ik droog. En ik heb me een partij thee gedronken, jongen. Zo knetter. Ja, je moet er wat in. En wat ik er nog een beetje last van heb, is het feit dat ik ook gestopt ben met roken. En dat is pas sinds een dag of 4 of zo. En mijn lichaam begrijpt dat nog niet helemaal. Alcohol en wiet, dat is geen enkel probleem. Dat begrijpt mijn lichaam inmiddels, dat doen we niet meer. Voor een lange tijd niet meer. Waarschijnlijk voor altijd. Want zo lekker gesopen als ik de afgelopen 2 jaar heb gedaan, dat was echt best lekker, by the way. Ja, het is maar waar je van houdt natuurlijk. Lekker man, 6,5 liters, 10% bier per dag. Nee, maar... dan gaan we praten. Hè? Daarvan krijg je wel maag. Nee, niet maagproblemen, darmproblemen. Nee, ook maagproblemen. Je krijgt weinig honger. Maar ook darmdingen. Dus dan is je ontlasting niet meer normaal. Maar inmiddels is dat hersteld. Het is alleen nog dat ik de godganse tijd tegen mijn lichaam moet zeggen, nee, er is geen check. En die halen we ook niet. Ik zou niet weten waarvan, want ik zit echt zwaar aan de grond. Qua financiën. Nou, dat even terzijde. Even de theepot erbij pakken. Nee, maar de tijd hoor, ik ga niet lopen haasten. Nergens voor nodig, want we gaan Bijbel lezen. Ik dacht eerst van, we pakken er één bijzonder uit. Maar ik denk, ik sloeg hem open bij Lucas. Dat is het derde evangelie. Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. En hij viel open bij Lucas 9 ongeveer. Ik heb er even doorheen geskipperd. Ik heb wel een klein beetje voorbereid dus, maar niet echt. Ik ga lekker stukjes voorlezen. Ik ga het niet allemaal uitleggen, want ik ben niet echt een, noemen we het ook alweer, een exegeet of zo. Maar er zijn wel dingen waarvan ik dan zelf een gedachte bij heb. Maar het is niet dat dat de waarheid is, meer dan. Niet naar dit te luisteren om te horen hoe het nou eigenlijk ziet. Wat wordt er nou bedoeld met je? Oké, beter maar naar Jurk luisteren of zo. Je weet er wat meer van. Maar zie het mij als mijn persoonlijke interpretatie. Dat is ook leuk. Nou, dan ben ik hier in Lucas 9. Dat is best een behoorlijk hoofdstuk. Pagina's. Oké, dat is Lucas 8.
Lucas 9. Oh, die begint op de vorige pagina. Lucas 9, dan zitten we twee pagina's verder. En daar staat de tweede aankondiging van het lijden. Nou, dat kan ik uitleggen. Dat gaat over de kruisiging. Want Christus is geëindigd aan het kruis. En na 3 dagen opgestaan. Overigens zegt hij dat in Lucas 9 vers 22. Laat ik die even eerst pakken. Dat is de eerste aankondiging van het lijden. En daar staat. En hij, dat is Christus. Hij zeide, de zoon des mensen, dat is hij zelf, moet veel lijden en verworpen worden door de oudsten en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en ten derde dagen worden opgewekt. Dat is Lucas 9 vers 22. En dan komt vers 43b tot en met 45. De tweede aankondiging van het lijden. En het luidt. Toen allen zich verwonderden over alles wat hij deed, zeide hij tot zijn discipelen, legt gij deze woorden in uw oren, want de zoon des mensen zal overgeleverd worden in de handen der mensen. Maar zij begrepen dit woord niet, de discipelen dus. En het was voor hen verborgen, zodat zij het niet verstonden. En zij durfden hem, Christus, niet naar dit woord te vragen. Wat bedoelt hij nou? Wat bedoelt hij nou? Het is ook iets wat Bach van Osho bij stilstaan. De katholieken hebben de onhebbelijke gewoonte gehad. Tegenwoordig ontkennen ze volgens mij Christus helemaal. Maar ze hebben de onhebbelijke gewoonte gehad om dan te beweren dat er iets mis is met de Joden, want die hebben Christus gekruisigd. Hier staat, de zoon des mensen zal overgeleverd worden in de handen der mensen. De eerste aankondiging, de zoon des mensen moet veel lijden en verworpen worden. Christus wist dat hij zou sterven aan het kruis. Daar zit een logica in. Dat moet je even begrijpen. Ik moet even een dingetje pakken, 1 seconde. Geen haast, we zijn de Bijbel aan het lezen. Er zit een pinknageltje in de weg en dat is heel irritant. Dan kan ik mij niet concentreren op de Bijbeltekst. Groot verschil tussen apen en mensen. Apen knippen geen nagels, mensen wel. Daarom stammen wij ook niet van de apen af. Dan krijg je Jezus en de Samaritaan. Oh, deze is heel goed. Hier hou ik van. Dit is nog steeds Lucas 9. En dan pakken we. Ik heb een stukje overgeslagen, maakt nog niet uit. Hè. Het volgen van Jezus, zo heet dit stukje. En toen zij op weg waren, zeide iemand tot hem, ik zal u volgen waar gij ook heen gaat. En Jezus zeide tot hem, de vossen hebben holen en de vogelen des hemels nesten. Maar de zoon des mensen heeft geen plaats om het hoofd neer te leggen. Volg je hem nog? Dus iemand zei tegen hem, ik zal u volgen waar gij ook heen gaat. En Jezus zei tegen hem,
over die vossen en die vogels. Maar jij weet niet waar ik heen ga. Want ik heb geen plaats om het hoofd neer te leggen. Je mag me wel volgen. Maar het weet waar je aan begint. Dat is mijn interpretatie, hè? Het is niet zomaar een geintje. Ik heb helemaal geen... Ik heb helemaal geen plek. Ik ben niet op weg naar iets. Er is geen geografie, geen niks. Ik zou niet weten waar ik moet slapen. Vers 59, nog steeds hetzelfde stukje. En hij zeide tot een ander, volg mij. Maar deze zeide, sta mij eerst toe eerst heen te gaan en mijn vader te begraven. Maar hij zeide tot hem, laat de doden hun doden begraven, maar ga gij heen en verkondig het koninkrijk Gods. Heel sterk. Die begrijp ik. Want ze is het ook. Die man, zijn vader was dood. Ja, nou en? Er moet even een gat gegraven worden in de grond. Dat kan toch de buurman ook doen? Trouwens, dat hoeft niet eens. Een stapel stenen erbovenop, dan ben je ook klaar. Denk aan een hurenbed. Maar mensen maken daar een ceremonie van. Dan gaan ze bij elkaar komen en dan gaan de vrouwen allemaal huilen. Het is zo erg dat Piet weg is. Ik vind begrafenissen wel leuk. Of crematies doen we dan hier in Nederland. Ik heb één keer een begrafenis meegemaakt. Was langs de A12 bij een winderige begraafplaats. Het meest lullige stukje grond wat je maar kan kopen. Langs de A12. Woes, 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 woes. Drie banen van Den Haag naar Utrecht en aan de overkant drie banen van Utrecht naar Den Haag. In totaal 6 banen. Wat een hoop auto's. Het was een mooie begrafenis. Had ik voor geen goud de wereld willen missen. Ja, dat was artikel 31. En de preek, man. Zo dat net op. Daar werd ik er helemaal blij van binnen. En ik was nog nooit bij een artikel 31 kerk geweest. Eindelijk wist ik waar het over ging. Ik denk, oh, you are serious business. Ja, die man die stond op de kansel, best een prachtig verhaal. Gewoon zijn ouderlingen. En die kende de overledene heel goed. De overledene ging altijd naar die kerk. Had hij zelfs waarschijnlijk aan meebetaald destijds. Artikel 31, dat komt uit 1941, 1943. Tijdens de Tweede Wereldoorlog is dat opgericht. Streng gereformeerd. Hele vriendelijke mensen. Die man, die mocht ik. Ik heb hem niet goed kunnen leren kennen, want je ziet zo iemand op een verjaardag. En er zijn allemaal andere mensen bij. En de moeder van mijn kind, die had een beetje moeite met dat hele gebeuren. Het was de vader van haar moeder. Dat is ook niet erg, het was een hele oude man. Oude opa. In ieder geval, dus zo'n oud collega, kerkganger. Die stond op de kansel. En die zei zo, wat doen jullie hier? Of woorden van gelijkstrekking. Ja, de boodschap was dat als je Christus niet in je hart hebt gesloten, dan ben je zelf al dood. Dus wat doe je dan hier? Dus, voor de levende. Ja. Laat de doden hun doden begraven, maar ga gij heen en verkondig het koninkrijk God. Het was een mooie dag hoor, die begrafenis. Een boterhammetje gegeten.
kopje thee erbij, glas karnemelk of een glas melk, koffie. Ik weet niet eens of ze koffie hadden. Heel sober. En tijdens de lunch was er dan eerst dus de dienst met pepermuntjes van een, hoe moet je dat noemen, een stiefnicht. Nee, een schoonnicht. Een schoonnicht. Het was een nicht van de moeder van mijn kind. Mijn vrouw, mijn wettig getrouwde vrouw in die dag. Een nicht van haar. Twee pepermuntjes gescoord. Ja. En ze hoorde het ook. Dat was een groot feest. En toen naar het gemeenschapsgebouwtje. En daar stonden de tafels opgesteld in de vorm van een U. Met allemaal broodjes. En ik kan meteen. En dan in die U ging dan een andere voorganger staan. En dan kregen we iets leuks uit Matthäus. Wat een beetje vriendelijker was. En toen met z'n allen naar de A12. Kist laten zakken in de grond en klaar ermee. Dat is mooi nog. Maar we hoefden dus ook verder nergens naartoe. Hè. We hadden verder niks te doen. En weer een ander zeide: ik zal u volgen, heren, maar laat mij eerst afscheid nemen van mijn huisgenoten. Maar Jezus zeide tot hem: niemand die de hand aan de ploeg slaat en ziet naar hetgeen achter hem ligt, is geschikt voor het koninkrijk Gods. Is heavy, hè? Maar die vergelijkenis is dus, als je gaat ploegen, ja, dan moet je naar voren kijken. Dus. En die ander die zei: ik zal u volgen, heren, dat is Christus. Ja, dat is dus, dat is looking forward. Ja. Maar laat mij eerst afscheid nemen van mijn huisgenoten. Ja, maar die liggen achter hem. Waarom moet je gedag zeggen tegen die mensen die je in de steek gaat laten? Of in de steek laten, je gaat Jezus volgen. Dus daar moet je je op concentreren. En hoezo afscheid nemen van je huisgenoten? Wat is daar nu voor nodig? Klopt toch? Niemand die de hand aan de ploeg slaat en ziet naar, ziet naar hetgeen achter hem ligt, is geschikt voor het koninkrijk Gods. Jojo. Hebben we er hier eentje, maar die heb ik niet helemaal voorbereid. Oeh. Wel heavy dingen, dat is allemaal boze geesten. Satan. En bliksem. Slangen en schorpioenen. Nou ja. Ik kan nog meer hoor. De barmhartige Samaritaan, die sla ik ook over. Oh, dat denk ik wel een heel mooi verhaal. Maar er staan er zoveel mooie in, man. Prachtig. Serieus hoor, ik vind het. Dat heb ik al eerder gezegd. De Bijbel is een van de oudste boeken. Dan kun je zeggen, ja, de Gilgamesh is ook heel oud. Hoe hoog? Handig hè, zo'n internet. Gilgamesh. Egels. Klik, klik. Gilgamesh, Egels. Ik weet het niet meer. Net had ik dan een Wikipedia en die stond in het Zuid-Afrikaans. Oh ja, die wordt gezegd dat het 2100 jaar voor Christus is. En dat komt uit Sumer. En de Bijbel, dat begint 1800.
Ongeveer. Dus de Gilgamesh is ongeveer even oud. Scheelt een 300 jaar. Maar de Gilgamesh, dat is niet zo zorgvuldig. Het is ook niet zoveel, denk ik. Er staat ook een verhaal in van de zonvloed. Maar het is geschreven in een vrij korte periode. Ja, dat is dan 11 tabletten. Ja. Ja, mijn MBG die heeft 1100 pagina's in het Oude Testament en meer dan 300 pagina's in het Nieuwe Testament. Er is een behoorlijke tijd aan gepend. Dat doe ik hier, dat is ook wel leuk. Het bidden. En het geschiedde, terwijl hij ergens in gebed was, dat een van zijn discipelen, toen hij ophield, tot hem zeide, Heere, leer ons bidden, zoals ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft. En hij zeide tot hen, wanneer gij bidt, zegt, Vader, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, geef ons elke dag ons dagelijks brood, en vergeef ons onze zonden, want ook wij zelf vergeven een ieder die ons iets schuldig is. En leid ons niet in verzoeking. In Matthäus is die een stukje langer. Dan krijg je, leid ons niet in verzoeking. Oh ja, daar staat iets aan. Die ons iets schuldig is, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade. Want u is de kracht en de heerlijkheid tot in de eeuwigheid. Amen. Dus in Matthäus is die ietsje langer. Maar goed, het is Lucas. Het is niet helemaal hetzelfde, die evangelie tot evangelie. En dan komt er een uitleg bij. En hij zeide tot hen, wie van u zal een vriend hebben die midden in de nacht bij hem komt en tot hem zegt, vriend, leen mij 3 broden, want een vriend van mij is op zijn reis bij mij aangekomen en ik heb niets om hem voor te zetten. En dat dan hij, die binnen is, zou antwoorden en zeggen, val mij niet lastig, de deur is reeds gesloten en mijn kinderen en ik zijn de bed. Ik kan niet opstaan om ze u te geven. Ik zeg u, zelfs al zou hij niet opstaan en ze geven omdat hij zijn vriend was, om zijn onbeschaamdheid zou hij opstaan en hem geven zoveel hij nodig heeft. Dat is natuurlijk onbeschaamd. Dus, iemand krijgt midden in de nacht bezoek en dan denk ik, oh, ik heb helemaal niks, nou dan ga ik even in de kar rollen en hij heeft wel wat. Klopt niet helemaal. Even de buren lastig vallen, want even doorkoppelen hoor. Ik zeg u, zelfs al zou hij niet opstaan en ze geven, omdat hij zijn vriend was, om zijn onbeschaamdheid zou hij opstaan en hem geven zoveel hij nodig heeft. Ja, wat tof. En ik zeg u, bid en u zal gegeven worden. Zoekt en gij zult vinden. Klopt en u zal open gedaan worden. Want een ieder die bidt, ontvangt. En wie zoekt, vindt. En wie klopt, hem zal open gedaan worden. Is er soms een vader onder u die, als zijn zoon hem om een vis vraagt, hem voor een vis een slang zal geven? Of als hij om een ei vraagt, hem een schorpioen zal geven? Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader uit de hemel de Heilige Geest geven aan hen die hem daarom bidden. Dat is een boude bewering.
je me even op je inzinken. Kijk, jij weet hè, als vader dat je geeft je kind. En je geeft je kind geen knollen voor citroenen. Mijn kind die wilde graag drummen leren. En toen vroeg ik aan de drumleraar, wat moet ze hebben als oefenmateriaal? En die drumleraar zei van, wow, twee drumstokjes. Voor thuis, hè? Op les heeft ze dan natuurlijk een drumstel. En de leraar ook, en dan gaan ze, zitten ze tegenover elkaar en dan gaan ze samen boem, boem, tjeng, tjeng. Maar zei hij voor thuis. Gewoon drummen op een telefoonboek. Op de tafel. Het gaat om die ritmes, die noten leren lezen. Hoem, tjak, hoem, tjak. En de kick, ja, dat is de basdrum, die grote die op zijn kant ligt. Ja, dat is gewoon met je rechtervoet. Ja, met je rechtervoet. Een beetje tik op de grond. Maar dan nog, die scheiding kwam eraan. En lalala. Toen was het de laatste verjaardag die ik dan thuis zou vieren met haar. En toen dacht ik, kom op. Daar heb ik een drumstel weten te vinden. Gloedje nieuw. Was een bouwpakket. Ergens op de Hoge Veluwe. Van Chinese makelij. Tuurlijk, hij zijn drums. Was me goed ook, want als ik het toen niet had gegeven, van de moeder had ze het niet gekregen. Toen vroeg ze 3 maanden later om een beter bekken. Toen zei ik je niet overdrijven, Karel. Ja, want de drumleraar waren 2 stokjes genoeg. Maar je geeft je kind wat het nodig heeft. En terwijl ik dan, ja, ik ben slecht. Ja, je kan mij niet vertellen dat ik goed ben. Als ik niet goed ben, wat ben ik dan? Maar ik heb wel een goed drumstel gegeven. Daar is niks mis mee. Die kick, er zit zo'n klopperding, ja, dat piept hem een beetje. Ja, ze hoeft er niet mee op te treden. Alleen maar om te oefenen. Natuurlijk geef je je kind dat wat het nodig heeft. Als zij uit school kwam, dan was iedere keer hetzelfde. Dan kwam ze binnen en ze zei, oh, ik heb honger. Ik zei, nou, dan was ik beu. De keer daarna was het, dat zo'n 3:10 of zo, kwam ze dan thuis. Dan stond ik om 3:00 in de keuken, tosti te bakken. En dan net als ik de tosti helemaal klaar was, dan hoorde ik beneden in de portiek, want ja, ik ben ook niet gek. Hoorde ik de deur open gaan en wist ik dat ze eraan kwamen. Dus ik zette gewoon rustig door en dan kwamen ze binnen. En dan stond er dus een hete tosti met een lekkere ketchup op de salontafel. Neerploffen en opeten die tosti. Met een glas mango-zout erbij. Ja. Mijn kind heeft honger. Het is iedere keer hetzelfde. Nou, dan weet ik wel wat ik moet doen. Het is een hele mooie. Dat is ook wel mooi, hè? Ik zal dit alleen maar oplezen. Dit ga ik niet uitleggen, man. Kan ik echt niet. Zou ik een jurk moeten vragen? Dat is vers 29 tot en met 32. Ik lees het alleen maar op. Toen de scharen te hoop liepen, begon hij te zeggen, Christus, dit geslacht is een boos geslacht. Het begeert een teken, maar het zal geen teken ontvangen dan het teken van Jona. Want gelijk Jona voor de Nineviten ten teken geworden is, zo zal ook de zoon des mensen het zijn,
er tegen zijn voor dit geslacht. De koningin van het zuiden zal in het oordeel optreden met de mannen van dit geslacht en hen veroordelen. Want zij is gekomen van de einden der aarde om de wijsheid van Salomo te horen. En zie, meer dan Salomo is hier. De mannen van Nineveh zullen in het oordeel opstaan met dit geslacht en het veroordelen. Want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona. En zie, meer dan Jona is hier. Het gaat over die Jona die in de walvis. En die had de pesthekel aan die lui van Nineveh. De Ninevieten. Vond hij zulke eikels. Dan zat hij zo te wachten op een berg. Ik kan lekker toekijken hoe God eventjes zich afreageert op Nineveh. En dat gebeurde niet. Toen werd Jona zagrijnig. Wel zoiets. Ja. Misschien dat ik die straks er even bij pak. Ik heb best een onzin verder te gaan. Het is zo leuk. De Bijbel is zo mooi. Boek. Heb je hier? Kijken. Oh, wacht, we zitten niet meer in 9. Ho, 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 we zitten in 11. Oeh, zie. Oeh, oeh, oeh. We hebben 10. Oeh, oeh, oeh. Oh ja, 10 heb ik niks had voorgelezen. Nou oké, okay, dat klopt allemaal. Het volgen van Jezus, dat was 9 nog. Inmiddels zitten we in 11. Dus het bidden, dat is 11. Dan 1 tot en met 13. Zitten we nu in Lucas hoofdstuk 11. En dan 33 tot en met 36. Leuk hè, als ik het voorlees. Hoef je zelf niet te lezen. Die is tof. Niemand steekt een lamp aan en zet die in de kelder of onder de korenmaat, maar op de standaard, opdat wie binnentreden het licht zien. Dat is cool, hè? Dat snap je. Dat is uitermate duidelijk. In het begin van de 20e eeuw had je, dat heette more sentences. En Moore, dat refereerde aan zo'n schrijver, zo'n filosoof, zo'n wijsneus. En dan ging het om zinnen die zonder meer waar zijn. En voor Moore was dat ja, duidelijk. Ja, er zijn zinnen en die zijn waar. En dan krijg je die vent van een Ludwig von Wittgenstein. En een van de theses van Ludwig von Wittgenstein, die heb ik onderuit geschoffeld trouwens. Ben ik helemaal niet beroemd mee geworden. Vind ik best wel flauw. Hé? Ludwig von Wittgenstein, dat is toch echt meneer Ludwig von Wittgenstein. Dat is Tractatus Logicus Philosophicus. Ja, die heb ik niet onderuit geschoffeld, maar iets uit, dat heet Wittgenstein 2. Taaltheorie. Nou, Ludwig von Wittgenstein, die zegt, oh, die moorzinnen, iedere zin kan je weerleggen. Dat is boeken. Nou, dit is dan typisch zo'n zin en die is waar. Ja, dat doe je niet. Je steekt geen lamp aan en dan ga je naar de kelder en dan zet je die lamp in de kelder. Als je dat wel doet, is dat een teken van gekte. En dan heb je te veel heroïne gesopen. Of te veel alcohol gespoten. Of je vrouw heeft je net verlaten voor de buurman of zo. Je bent even van het padje af. Dan kan het natuurlijk wel. Natuurlijk, als je een lamp aansteekt, dan zet je hem op de standaard. Of op tafel. Of. Als je een bos bloemen koopt voor je vrouw. En dan doe je hem netjes in een vaas. Ja, waar zet je die vaas neer? In de schuur? Natuurlijk niet. En die zet je op de salontafel of ergens in de hoek waar die mooi uitkomt. Bloemen kosten toch geld of niets? Ja, je zet hem op een standaard, opdat wie binnentreden het licht zien. Nou, daar gaat het ook om. En dan gaat hij verder. De lamp van het lichaam is uw oog. Kijk dan eens even.
Dit ga ik uitleggen zo dadelijk. Hier heb ik een gevoel bij. Indien dan uw oog zuiver is, is ook uw gehele lichaam verlicht. Maar wanneer het oog slecht is, dus niet zuiver, is ook uw lichaam duister. Zie dan toe dat dat wat licht in u is, niet duisternis zijn. Indien dan uw lichaam geheel verlicht en geen deel duister is, zal het geheel verlicht zijn. Evenals wanneer de lamp u met haar schijnsel verlicht. Ik ken het verhaal van een man. En er was een ongelofelijke kankerpit. Altijd wist hij de nadruk te leggen op zaken die niet deugden. Daarmee heeft hij... Ik werkte samen met die man. Daarmee heeft hij projecten schade toegebracht. Erg vervelend. Dus 9 dingen gingen goed. 1 ding ging fout. En daar ging meneer de hele ochtend over lopen discussiëren en zijn gal lopen spugen. Mensen werden dood en doodmoe van hem, inclusief de klanten. Zijn oog was niet zuiver. En zijn lichaam duister. Dus, staat hier. Indien dan uw oog zuiver is, is ook uw gehele lichaam verlicht. Maar wanneer het, dus uw oog, slecht is, onzuiver, is ook uw lichaam duister. Dus hij had een duister lichaam. En wat bleek na 6 jaar kankeren? Had hij non-Hodgkin's lymfeklierkanker gehad. En sommige carcinomen hadden de grootte, de afmeting van een kleine sinaasappel. Hij vertelde me nog dat hij kwam in de wachtkamer van het AMC en die zat helemaal vol. En toen ze hoorden dat hij binnen was, toen was hij de eerstvolgende die aan de beurt was. En toen dacht hij al, oei, ze trekken me voor. Ja. Yeah. Het was een kankerpit in zijn optreden. En dan kan je zeggen, ja, maar dat vind ik wel heel hardvochtig hoor, dat je dan geen medelijden hebt met die man. Want hij heeft toch wel non-Hodgkin lymfeklierenkanker gehad. Nou, hij zal denk ik niet oud worden. Hij heeft chemo gehad hoor. Ze hebben hem. Ze hebben hem ook geopereerd, dat weet ik eigenlijk niet. Ik ben er bij hem langs geweest in het AMC, 2 of 3 keer. Ik was trouwens de enige van het werk. Dat is ook leuk, hè. De 2 andere vennoten die hadden zoiets van. Nou, die kankerpit zit lekker in het AMC. Vind ik ook niet tof. Hè? Wat is dan wel een kankerpit? Dat is een heel vervelende kerel geweest. Het is wel een vennoot, ja. En als je dan helemaal voor pampers ligt met een kale kop, dat is wel zielig. Ja, dan ga je toch bij hem langs. Omdat terwijl ik in die dagen niet eens de beschikking had over een auto. Dat is ook niet erg. Openbaar vervoer gaat prima hoor, naar het AMC. En het andere verhaal, dat was de moeder van mijn kind. Dus mijn kind die betichtte ik, dat heb ik niet tegen haar gezegd, maar ik zag haar dingen zeggen.
denk, klopt iets niet. Volgens mij is hij depressief. Dus ik de huisartsenpraktijk gebeld. Dat zijn antroposofische jongens en meisjes. Dus die vertrouwde ik dan. En ik leg dat zo uit. En toen zei die huisarts of de receptioniste of zo. Die zei, dan kunt u het beste naar Gerard Rotteveel. Onthoud die naam. Als je ooit zoiets hebt, je hebt een kind, zit niet lekker in de vel. Gerard Rotteveel. Officieel is die met pensioen. Maar zo ambulant of zo. Schijnt hij nog dingen te doen. Voor Aquamarijn hier in Arnhem. Dus vooral als je in Arnhem woont. En, hou het hier gedacht. Nou, dan ben ik bij Gerard op een dinsdagochtend. Reed te vroeg, 9:15. Ik had het goed voorbereid. En ik vertel zo'n beetje wat die moeder zo al heeft uitgevroten tijdens de jeugd van mijn o zo lieve kind. En die man die zat zo te knikken en die zei, you are effed. Dat zei hij niet letterlijk, maar hij zei, dat is geen goed bericht. Want je kan daar niks aan doen. Als je dit aan de grote klok gaat hangen, als je tegen jeugdzorg of zo, hè, gaat vertellen wat die vrouw heeft uitgesproken, dan zie jij je kind helemaal niet meer. Want jeugdzorg kiest kans voor die vrouw. Die vrouw wordt pisling dat je eraan hebt geklaagd. En je ziet je kind niet meer. Dus mondje dicht. Yeah. Dat is regel 1. Nou, nog wat andere regels. Wandelingen maken met je kind. Dat is onschuldig. Hij zei, dan loop je samen ergens naartoe. Dan kijk je dezelfde kant op. Dus je kijkt niet naar elkaar. Je kijkt samen naar waar je naartoe loopt. En de gesprekken die komen vanzelf. Dat is verstandig. De andere niet was, laat je niet langer afzeiken door die vrouw. Zeker niet in het bijzijn van je kind. En de laatste was, die vrouw belandt in het ziekenhuis. Vroeg of laat. Want ze heeft een duister lichaam. Want een onzuiver oog. Dat is wat ik hier invul. Hè. Ik zeg niet dat dit er letterlijk staat. Maar dat is waar dit aan refereert. En dan zei hij dan nog bij, en als ze in het ziekenhuis belandt, dan ga jij niet op bezoek. Jojo. Nou, dat is wel mooi. Vind ik. Van Lucas. Is het nog een met die verloren zoon. Die heb je nou overgeslagen. Is dat wel tof. Zit hem nou hiervoor. Oh, die zit hiervoor. Ja. Hey, de verloren schaap is van. Ja, dit is Lucas 15. Dat is één stukje en er zitten twee gelijkenissen in. Dat vond ik vroeger altijd de mooiste van Jezus. De gelijkenissen. De parabelen heet het ook. De gelijkenis van het verloren schaap en de verloren penning. Even kijken hoeveel minuten we zitten. Oh, dat kan nog makkelijk. Al de tollenaars nu en de zondaars plachten tot hem te komen om naar hem te horen. En de fariseeën en de schriftgeleerden morden en spraken. Deze ontvangt zondaars en eet met hen. En hij sprak deze gelijkenis tot hen en zeide, wie van u,
die 100 schapen heeft en er 1 van verliest, laat niet de 99 in de wildernis achter en gaat het verlorene schaap zoeken. Het verlorene staat hier, hè, maar gaat het schaap. Totdat hij het vindt. En als hij het vindt, tilt hij het met blijdschap op zijn schouders. En thuisgekomen roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tot hen: verblijd u met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u dat er alzo blijdschap zal zijn in de hemel over 1 zondaar die zich bekeert. Meer dan over 99 rechtvaardigen die geen bekering nodig hebben. Of welke vrouw die 10 schellingen, dat zijn muntjes, heeft en er 1 verliest, steekt niet een lamp aan en veegt het huis en zoekt zorgvuldig totdat zij hem vindt. En als ze hem gevonden heeft, roept ze haar vriendinnen en buren bijeen en zegt: verblijd u met mij, want ik heb de schelling gevonden die ik verloren had. Alzo is er, zeg ik u, blijdschap bij de engelen Gods over 1 zondaar die zich bekeert. Yes. En dan weet je ook gelijk waarom ik met Lonneke omga. En Marco. Marco is denk ik hopeloos verloren. Die zuipt te veel. Nee, ik oordeel niet hoor. Maar er zit niet veel schot in hem. Hij Lonneke trouwens ook niet. Maar toch. Ja, ik kan wel omgaan met allemaal bekeerde christenen. Als ik hier op de markt, dus om ze te evangeliseren, ja, dat vind ik wel heel schattig. En dan praat ik wel even met die mensen. Natuurlijk. Maar ik heb er verder niks te zoeken. Die weten het al. Dan met zo'n fan te kletsen. Ja, dit en dat. Ik zie, ja, nou, hoe denk je dan over wat hier in openbaring staat? Hij zei, denk zo over. Oh, zeker, ik ook. En hoe denk je dan over daarover? Oh, zeker, denk zo over. Ja, daar denk ik ook zo over. Ja. Ja, nog wat voorbeelden. Denk, ja, we denken allebei hetzelfde erover. Nou, klaar, doei. Hij zei, wil je nog koffie? Ik zei, nee, ik ga boodschappen doen. En die fariseërs die dan morren en dan zeggen, ja, en dan gaat het om met zondaars en eet met ze. Ja, dat is dan juist dat wat je dus moet doen. Al die christenen die zijn al bekeerd. Dat is al klaar. En de verlorenen, daar gaan we. En toch blijven proberen. Oh, wat lekker. Ik heb zo'n bruine rookvinger. Maar dat wordt echt beduidend minder. Vind ik er zo schandalig uitzien. Die bruine teervlekken. Ze zeggen nicotinevlekken, want het is teer. Zo slordig. Ja, dat wordt gelukkig minder. Nou, mag ook wel na een paar dagen. Ik denk nog een week of zo, en is dat ook. Kan niemand meer zien dat ik gerookt heb. Aan mijn vingers dan. Hè? Dat ook weer voorbij. Dat stigma. Ik ga lekker afsluiten. Ik ga nog een stukje doen. Ik denk dat het Oude Testament ga pakken. Misschien wel dat ik de koe bij de horens neem. Dat ik Numeri ga doen. Exodus, Numeri, hè? Met je blauw nog. Nee, zit. Ik ben aan het afronden hoor. Ik kan ook nu uitzetten. Dan ga je de was doen. Toch ook klaar. Het is toch na Exodus dan.
Oh, wacht eventjes. Exodus en dan Leviticus. Ah, dan heb je Numeri. Ja, gevonden. Tuurlijk, het vierde boek van de Bijbel. Heftig boek. Daar is... dit moet ik voor gaan lezen. En dan niets wat ik net heb gedaan, dan hop ik eventjes door de evangelie van Lucas. Oh, dit is wel leuk, dat is wel leuk. Dit moet je zin voor zin voorlezen. Kan je lekker luisteren naar mijn stem. Fijn voor het slapen gaan. En het wordt pas spannend bij hoofdstuk 5. Oh, die heeft hij. Toch. Even kijken. Ik heb dat wel goed gelezen. Oh, wacht even. 11:22. Ja, precies. De wet op de jaloersheid. En helemaal heftig wordt het dus bij 31. En hoeveel hoofdstukken hebben we? Zware shit, zouden ze zeggen. In de binnensteden van Europa. Nou, dat zijn er al wat hoofdstukjes. Nou, ik denk dat ik hem helemaal ga doen, waarom niet? Ja, niet nu, hè. Maar, 36 hoofdstukken. Ja, dat is wel een hoop pagina's. Zetje zin, dat is 50 pagina's. Man. Nou, misschien dat ik het toch andersom moet gaan aanpakken. Dat wordt wel heel erg lang de volgende keer. Nou, ik hoop dat je dit leuk vindt. Dit ging over Lucas dus. En ik pak hem op bij Numeri, want daar heb ik zin in. Numbers op zijn Engels. Hey, hartstikke bedankt voor het luisteren. En uit respect en uit liefde zeg ik tegen jullie op zijn hamburgers. Tjus en dag lieverd.